Jullie weten waarschijnlijk wel dat ik Lou de eerste dag in Brawl Stars, toen hij net uitkwam, enorm hard heb lopen pushen. Dat is echt niet normaal. Maar ik ben door blijven pushen daarna. En ik heb Lou nu bijna rank level 25. En je kan het zien aan de Brawl Pass. De Brawl Pass season is momenteel nog niet eens een dag uit. Over 10 minuten dan is Lou precies 1 dag uit. En het zou kunnen lukken om Lou binnen 1 dag naar rank level 25 te krijgen. Dat is insane. Maar wat eigenlijk nog zieker is, ik ben de tweede Nederlander, gewoon in heel Nederland, die Lou rank level 25 haalt. Dat is toch wel heel ziek. Van de hele wereld sta ik momenteel 55ste. Als we nu rank 25 hebben, sta ik gewoon in de top 50 van de wereld. Ah, ja! Insane. En we gaan trouwens wel lekker. We doen momenteel knokbal. Ik zal even gevechtsvlog laten zien. Overwinning. We gaan echt als een raket. Wel een paar keer verloren. Maar we hebben 1 keer verloren met knokbal. Voor de rest alles gewonnen. We gaan gewoon hartstikke lekker. Ik zit met Martijn. Zit in mijn club. In de Bowser Army. Een record van 30.000. Dus ervaren speler. En Jetke. Die zit momenteel niet online. Dus ik hoop dat hij zo meteen online komt. Maar ook gewoon 26.000 trofeeën. En een record van 10.000. Of nee, 10.000 3 versus 3 overwinningen. Dus dat is ook wel vrij ziek. Maar we gaan echt als raket. En Spike en Lou als combinatie is zo irritant om te tegen te spelen. Want Lou heeft natuurlijk een ijsgebied. Spike heeft een spijkgebied waardoor je damage tegen krijgt. Dat is gewoon heel irritant. Maar we gaan gewoon lekker spelen en nog 2 potjes winnen. En ik heb rang level 25. Lou en sta in de top van de wereld. Insane. Maar als jullie zin hebben in deze video, smash dat duimpje omhoog. 5000 likes zou heel nice zijn als het gaat lukken. Want het kost best wel wat tijd al met al om dit voor elkaar te krijgen. Dus een duimpje omhoog wordt gewaardeerd. En vergeet natuurlijk niet te abonneren. En een check Bowser Army kleding. Links zet in de beschrijving of ga naar www.bowser.nl. Maar ik zal zeggen dat ik ready ben en dan kunnen we beginnen. Oké, let's go. Daar gaan we dan. Dan hoop ik wel dat we ons winstreak van net een beetje voort kunnen zetten. Alleen moeten we wel tegen een heel irritant team meteen. Dit is echt een heel goed team om tegen te spelen. Dus dat is wel een vrij beetje balen. Maar Lou is, als hij eenmaal zijn super heeft, zo goed. Dat slaat helemaal nergens op. Yo, primo. Ja, yo man. Er komen net gewoon het eerste potje tegen zo'n goed team tegen. Dat is altijd zo irritant. Als je dan op het moment dat je wil opnemen, dat je dan juist op zo'n moment een veel te goed team tegenkomt. Die El Primo, nog niet. Daar zat ook nog een Amber. Ik kan die wel hebben, denk ik. Ik raak hem net niet goed met mijn super. Ik heb hem nog wel. Yo, dit is echt vervelend. Dit is zo hinderlijk. Dan kom je gewoon echt het ene team naar de andere. Die win je gewoon. En dan het eerste potje wat je gaat opnemen, kom je tegen een vreselijk team die ook gewoon vet goed zit. Code Magic. Oh, dat is altijd zo frustrerend. Waarschijnlijk allemaal dik 30.000. Oh, deze dan net geen 30.000. Maar bro, dit is bijna het beste team wat je kan hebben. Amber, B en dan El Primo. Maar we gaan gewoon lekker door. Nu moeten we 3 potjes winnen in plaats van 2. We geven het niet op. En ik wil eigenlijk gewoon even een paar gameplay potjes laten zien aan jullie. Hoe goed Lou eigenlijk is in knokbal. Als je die super hebt, het is zo vreselijk irritant om tegen te spelen. Dit is al een iets chiller team om tegen te spelen. Al op het moment dat we die Carl hebben uitgeschakeld, dan kunnen ze niet meer zoveel. Dus dat is chill. Martijn die heeft trouwens een andere knokker nu gekozen. We kunnen hier even kill maken. Ja, top. En hier nu even mijn super. Kijk, die Carl die is gefukt. Dat is zo goed aan die super van Lou. Check dat. Dat is toch niet. Je kan er niks tegen. Je kan er helemaal niks tegen. En dit is zo chill. Kijk, nu kunnen we die bal gewoon binnenlopen. Even kijken of het gaat lukken. Oh, shit. Oké, dat lukte net niet. Maar het gaat zo goed, jongen. Die zin van Lou. Frank, die was nog steeds aan het kloten om daar überhaupt weg te komen. Het enige wat ik nog wel een beetje moet leren met Lou is de gadget goed gebruiken. Wat gaan we doen? Ik zal de bal even wegschieten. En oké, die El Primo, die moeten we nu hebben. En dat is ook zo, op het moment dat hij bijna vol zit, dat balkje, dat hij bevriest. Dus even een bal passen naar Martijn. En dan kunnen we scoren. Maar als het balkje bijna vol zit, dan kan je een knokker best wel naar je toe laten gaan. Ook al is het een El Primo, als het balkje vol zit, dan bevriest hij en dan kan hij helemaal niks. Oeh, Martijn zat er even niet achter. Oh, wat gaat er nu gebeuren? Dat kan dus niet. Yo, dit kon ik niet in mijn eentje verdedigen. Wat was dat? In één keer waren ze allebei dood. Oké, dit is een beetje balen. Ik zal hier even een ijs neerzetten. Dan kunnen ze daar niet meer echt door het midden. We moeten alleen wel uitkijken voor die Frank, want we kunnen er niet echt langs op deze manier. Oké, nu even die El Primo killen. Van, dat was het idee. Ja, top. Die is nu bevroren. Dus kunnen we hier nu ijs neerzetten. Nee!
Nee. Yo, dit is zo vreselijk. Oh, dit is zo frustrerend op het moment dat je dat eindelijk opneemt. En dan gaat het, ging gewoon zo goed. En dan verlies je de eerste twee potjes. Yo, oké, we geven het niet op. We gaan gewoon lekker doorschrijden. Maar ik laat van de volgende potjes wel iets mogelijk punten zien. Ik ga even geconcentreerd spelen. En als we weer bijna zijn bij de rank level 25, zien jullie me weer. Oh, dit is echt irritant. Nou, ondertussen zijn we gewoon weer zo'n half uurtje verder. Nou, dat is misschien niet overdreven. Maar we zijn echt wel weer een tijd verder. We kunnen trouwens nagaan. Ja, bijna 27 minuten nadat ik de eerste opname had gedaan. We gingen dus niet heel lekker. We hadden echt vet veel potjes in één keer weer verloren. 4 potjes op rij. Maar daarna zijn we weer in een winstreak. En zijn we weer vet veel potjes. Of hebben we weer vet veel potjes gewonnen. Het grappige was trouwens ook dat we tegen een echt vet bekende Brawl Stars spelen moesten. Max Nick, daar moesten we tegen. En het grappige is, hij is trouwens ziek pro. We moesten echt alleen maar tegen pro's. Maar hij ging even mijn club joinen om GG's te zeggen. Kijk, dan ging hij hier eventjes joinen. Was wel grappig. Maar echt tegen zulke pro's moesten we echt alleen maar 30.000 plus. Maar nu zijn wij weer aan het winnen. En hopelijk gaan we het komende potje winnen. En als we het komende potje winnen, dan heb ik het gehaald. Dan ben ik alsnog de tweede Lou in heel Nederland die rank level 25 heeft gehaald. B-Cold, Mortis, eventjes heel geconcentreerd spelen. Maar het nadeel is dat ik iets minder geconcentreerd speel op het moment dat ik aan het opnemen ben. Maar ik ga gewoon nog steeds heel erg mijn best doen natuurlijk. Er waren een paar... Oh, nee. Ah, shit. Ik heb in ieder geval die bal een beetje kunnen verdedigen. Op het moment dat er ijs ligt, dan is er geen gek bijna die daar naartoe loopt. En Martijn is trouwens Mortis gaan spelen. Die heeft een kleine verandering gedaan in zijn knokker. En dat werkt gewoon erg lekker. Ik zal die bal even naar Martijn passen. Dan hebben we de bal hier in ieder geval weg. Dan hebben we de bal... Ik wou net mijn gadget inzetten, maar ik was net te laat. Martijn die kan niet scoren. Die is nu helaas dood. Ik vind het af en toe wel lastig spelen, maar het ging niet zo goed. Oké, ik zal hier weer even ijs neerzetten. Gewoon puur als verdediging. Oké, dat moet hier even uitkijken. En dat is ook irritant, maar dit gaat goed. Ja, top. Ik zal die bal even passen. En dan kunnen we misschien nu een goaltje maken. Dat zou mooi zijn. Wat ik eigenlijk moet zorgen... Oké, dat is een beetje behalen. Is dat hier in het midden ijs komt. Als daar ijs komt, dan zijn ze echt de lul. Oké, ik denk dat Spike nu doodgaat. Nee, niet. Oké, top. Dan kunnen we misschien nu doorpushen. Dat zou wel chill zijn. Oké, killen. Ja, dit is net niet lekker. Ik kan die bal even naar het midden passen en misschien dat Martijn daar iets mee kan. Oh, goede goal. Nice. Nog één goaltje en ik heb eindelijk rank 25, Lou. Dat duurde het wat langer dan verwacht. Maar ja, dan heb je ook wat. Hè. De nummer 2 van Nederland, daar moet je ook wat voor over hebben. Dan heb ik echt genoluid. Zal ik even ijs neerleggen. Ik ben wel dood. Maar kijk, op die manier kan die Mortis gewoon niet lekker verplaatsen. En dat is wel het verschil tussen een goal tegenkrijgen of geen goal tegenkrijgen. En misschien dat we nu kunnen scoren, want ze zijn allemaal dood. Ik denk dat we kunnen scoren. Ah nee, hij is net levend. Oké, dat is jammer. Nee, dit kon gewoon bijna niet. Was wel ziek geweest als hij op die manier een trickshot kon scoren. Ik moet hier even in de verdediging. Ik moet eigenlijk even mijn super krijgen. Dat zou chill zijn. Oh, dat scheelde nog maar niks. Oké, nog 15 seconden overleven, boys. Nog 15 seconden. Dit moet kunnen. Oh, no. Ik zal hier even ijs neerzetten. Mocht hij hier naartoe willen gaan, dan heeft hij in ieder geval iets qua verdediging waar hij voorbij moet komen. Oké, die bal wegpasen. Oh, dat ijs was zo belangrijk. Anders had hij Mortis misschien nog die bal kunnen pakken. Maar dat kon hij niet. En we hebben het gehaald. Let's go. Dank level 25, Lou. De tweede in heel Nederland die het heeft gehaald. Oh, wat een werk was dit. Hoe goed waren deze? Kijk, 29.000 GB, 36.000 GB, feel good man. Dat zijn echt zieke pro's. Maar we hebben er gewoon van gewonnen. Kijk, we moeten alleen maar tegen pro. Ja, niet elke keer trouwens. 28.000 trofeeën. Die valt wel mee. Maar in ieder geval in het algemeen moesten we echt tegen goede spelers. Dat slaat helemaal nergens op. Maar we gaan even naar het klassement. Knokkers, lokaal, tweede. Ik ben de tweede. En natuurlijk, Karel, die staat eerste. Die heeft gewoon als eerste van heel Nederland gewoon level 30 gehaald. Dus dat is nog veel zieker. Nou, ik vind het al heel nice dat ik als tweede gewoon rank level 25 heb gehaald. En van de wereld sta ik gewoon in de top 50. Gisteren probeerde ik het ook. Toen was het uiteindelijk niet gelukt. Maar vandaag is het uiteindelijk nog wel gelukt. Rank level 25, hallo! Hoe
ziek is dit? En natuurlijk bedankt, dikke shout-out naar Jetke en naar Martijn voor het helpen pushen. Want zonder hun was het natuurlijk ook niet gelukt. De solo showdown was het misschien wel gelukt, maar was ik er wel nog langer mee bezig geweest. Dat is één ding wat zeker is. Maar en dan laat ik hierbij voor deze video. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Als jullie hebben genoten, vergeet natuurlijk allemaal niet dat duimpje omhoog achter te laten. En dan heb ik eigenlijk tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later baten. Als je dit nou een leuke video vond, check dan even de video die hier komt te staan. Dan vind je die waarschijnlijk ook wel leuk. En abonneer natuurlijk even. Dat kan je hier dan hieronder doen. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Dat is natuurlijk net zo leuk. En ik heb ook kleding. Bouws Army kleding. Wil je het zelf kopen? Ga dan naar bouws.nl en word lid van de Bouws Army. Let's go!